Al bijna 2 weken hetzelfde beeld. Mensen die vanuit het hele land naar de Lange Leidse Dwarsstraat komen om Peter R. de Vries hun eer te bewijzen. Ja, ongelooflijk. Zoveel bloemen er te liggen. Ongelooflijk, ja. Echt zo'n respect voor die man. Ik vind het zo erg. Ik heb wel huilen erom als hij hier komt helemaal. Ik vind het ook wel bijzonder dan. De stilte die hier heerst en dat je dat echt voelt. Het hele mijn diepere. Ik ben de derde keer nu vandaag. De derde keer? Ja. Ja. Ik zit iedere dag om te denken, waarom? Maar ja, we hebben er geen antwoord voor gekregen natuurlijk. De familie wil iedereen voor wie de Vries iets heeft betekend in hun leven ook in staat stellen persoonlijk afscheid van hem te nemen. En dat kan aanstaande woensdag in Carré van 11 uur in de morgen tot 8 uur 's avonds. Maar er zijn wel een aantal regels. Je hebt geen negatieve test of een vaccinatiebewijs nodig, maar iedereen moet zich uiteraard houden aan de 1,5 meter regel. Verder, een tasje dat je meeneemt mag niet groter zijn dan het formaat van 1 A4. Binnen bij de bar zijn selfies of het maken van ander beeldmateriaal, dat is niet toegestaan. En het verzoek is om het afscheid kort te houden. Er wordt grote drukte verwacht. En om de zomerse temperaturen buiten een beetje te doorstaan, is het raadzaam om iets te eten of te drinken mee te nemen. Ik moet dan helaas werken, maar ik ga het zeker volgen. Ja. Ik denk dat het daar zo druk gaat worden dat er rijen gaan staan. En dat het een beetje, vooral nu met de virus wat weer het opbranden is, denk ik, nee, laten we maar niet doen. Daarom kwam ik ook hier even naartoe. Donderdag is dan het afscheid voor de naasten. En voor woensdag is het verzoek van de familie om in plaats van bloemen liever nog te doneren aan Stichting De Gouden Tip, zodat cold cases opgelost kunnen blijven worden.